De werkzaamheden aan de riolering bij het Wilhelminaplein zijn nog in volle gang. Maar voor de kermis willen ze dit zeker klaar hebben. Wethouder Wim Jaspers legt uit waarom. Nou, hier moet de riolering is te maken met het afkoppelen van het riool en de aansluiting hier op het Wilhelminaplein. Destijds konden hier vanwege met de hoge grondwaterstanden en dat hier een lichte vervuiling in de grond zit. En ja, op dit moment is de grondwaterstand zo laag dat we dat dus gewoonweg uit hebben kunnen voeren. En zodat er ook geen beperkingen van de vervuiling, die lichte vervuiling die hier in de grond zit. Interessant, lichte vervuiling, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, precies de stof weet ik ook niet, maar het is in ieder geval zo dat je het niet mag vermengen met het andere grondwater. Dus vandaar dat je dus ook de grondwaterstand niet te hoog mag zijn. En dat je dus de rest, dus het water wat je door de brommenmaling oppompt, gewoon in het riool dan kunt verwerken. Ze zijn bestraten met stenen, terwijl die asfaltweg zo mooi was. Ja, maar het is de aansluiting met het Wilhelminaplein. Daar zien we dus ook allemaal stenen. Dus, en ja, het was voorheen was het hier dit stuk ook stenen. Dus het wordt gewoon een oude staat eigenlijk hersteld. Ja. Als mensen erbij leggen, denk nou, leggen ze hem toch meteen ook glasvezel erbij, of niet? Nou, nee, want glasvezel komt niet in de weg te liggen, maar dat komt in principe bij onder de trottoirs te liggen op de meeste plaatsen. Dus ja, dat is de reden dat hier de glasvezel nog niet in combinatie met het werk gedaan is. Ja, over 2 weken is zomerkermis, dan hoop ik al alles klaar is voor jullie. Dan moet het allemaal klaar zijn, maar zoals het er nu uitziet gaan we het ook ruim halen, dus dat komt goed.